Met 65 jaar ervaring op de planken heeft Ria Falk een kleurrijke carrière beleefd, doorspekt met hoogte- en dieptepunten. Hoewel ze veel voldoening uit haar artistieke reis haalde, zijn er momenten van spijt die haar bijblijven. De oprichter van het Theater van de Lach, John Lanta, klopte ooit aan voor een hoofdrol. Een beslissing die ze nu betreurt. In een openhartig gesprek met Party deelt ze haar gevoelens. Ik maakte destijds de stomme fout om het niet te doen. Ook theaterproducent Hans Cornelissen bood haar een rol aan, ditmaal voor het karakter na Druppel in de musical Piantjes. Twijfel overschaduwde echter haar potentieel. Hij belde me en weer was er die twijfel. Kon ik het wel aan? Uiteindelijk nam Willeke Alberti de rol op zich. Zittend in de zaal dacht ik, oh, ik had het zeker aangekund. Deze onvervulde kansen werpen een schaduw op haar anders glansrijke carrière. Het reflecteert de menselijke neiging tot zelfkritiek en het besef van gemiste mogelijkheden. Toch blijft Ria Valk met haar rijke ervaring een levendig voorbeeld van de grillige paden van een artiestenleven. De nuances van spijt geven diepte aan haar verhaal, terwijl ze blijft stralen in de schijnwerpers van haar indrukwekkende podiumcarrière.